zou kunnen verknoeien. De tovenaar vertrouwt ons vast nooit meer. De tovenaar vertrouwt jou nooit meer. Jij hebt de bal omgedeeld. Jij hebt daar die staf gegeven. Een boze stiefmoeder. En de tovenaar zijn staf. Ze kan heel Sprookjesland overnemen. Als we dit niet oplossen voor de baas terugkomt uit vakantie. Dan. Zal hij als ontover in een pad. Ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Ik wil niet veranderen in een pad. Oh nee. Wat als hij nou ontovert in jou? Ik weet wat we nodig hebben. Ja, een nieuwe job. Ik heb die sprookjes al een miljoen keer gevolgd. En wie is degene die altijd op het einde wint? De prins! Of de idioot. Precies, ja. De idioot. Wacht, nee, ik bedoel echt de prins. Hallo? Excuseert u mij? Assepoester? Hoe kent u mij? Laat maar zitten. Hebben jullie een prins zien langskomen? Zo groot, perfect lichaam, perfect gezicht. Helemaal perfect. Wel nee. Kom je soms toevallig van het paleis of zo? Ja, het was afschuwelijk. Trollen, heksen, de slechterik hebben alles overgenomen. Wie zijn jullie? Wat zijn jullie? Ik ben Munk. Hij is Mando. En wij zijn voor de tovenaar. We hebben een klein ongelukje gehad. Ongelukje? We hebben een boze stiefmoeder het lot van het koninkrijk in handen gegeven. Ze heeft de stap van de baas. Oké. Geen ruzie maken. Kunnen jullie Ans weer in orde maken, zodat het weer wordt zoals het zou moeten zijn? Natuurlijk. Maar eerst moeten we voorbij Frida. Daarvoor hebben we de prins nodig. Nou, kom met mij mee. Ik ben ook naar hem op zoek. Hij zal ons vast wel redden. Oh, de prins beslaat Frida, werpen in de weegschaal van goed en kwaad, en hoeft de baas niets te weten te komen. Dat zal wel eens kunnen werken. We zoeken de prins. Natuurlijk zal het werken. De prins zal die lelijke veegspullen kunnen verslaan. Kom.